De Pliesje Friesland had een negatief adviesjoen aan voetbalclub Kollum... van het organiseren van de oefenwedstrijd in sincreta Hoe dit besluit liep je bij de club en de gemeente Wartist friesland nog een soort vragen. Vanzelfs hadden de Pliesje vregen om Utlis te van de camera. maar dat wonden ze net. Bij Kollum hadden ze intussen het smoren goed in en wonden ze dat de onderste steen boppen komt. En een landelijk beleid, waarin de Oenjoen werd dat. Uh... Twee BVO's, maar te spelen we in een stadion of op een uh, trainingscomplex bij een BVO. En mij net spelen we bij een amateurvereniging. Dat advies werd overnamd door de politie Friesland. En vervolgens krijgen wij een negatief advies vanuit de gemeente, omdat de gemeente dat advies overneemt. En nou, mij het bij Jubegeer wel georganiseerd worden. Ja, Jurbegeer is echt een amateurvereniging en valt binnen de provincie Friesland. Na de eerste aanwijzing had burgemeester Kramer een second opinion in inzinnen, maar het advies bleu negatief. En dus koerde als burgemeester het evenement net goed karren. Een besluit wat hij lever net naam hiep. Ik ben net de politie, ik ben net verantwoordelijk voor wat de politie adviseert. Dat is de politie zelfs. En ik snap dat de burgemeester van Jerre zegt, zei: Nou, buus ken het wol. En, uh, en ik vind het spijtig dat dat net kent. Want als de mogelijkheid, wist die hier, ik graag mijn kalm, die afspraken aan won en uh, werd toch het wol Alleen Al ja, dat het in Jobbegier wol kent, dat maakt de politie maar uitlezen. De voetbalclub rint door dit negatieve advies een soort inkomsten mis. En ik voor haar, een imago is het net goed. De club is het maar met het verdworzen meer van haar complex. En hier de opbrengsten van het evenement, Broekenwold, van haar plan. VV Column wil de besluitvorming bij de politie opvregen. En liet het er net bij zitten. De club verwachtte dat de gemeente haar daarbij Echt De gemeente ja, met finaal moet een finale zetten in dit geval. En dat betekent: van wat is Friesland? Dat je is dus nooit weer een wedstrijd te spelen tussen twee BVO's. Als er zijn altijd mogelijkheden om met amateurclubs, bijvoorbeeld VV Column, te zien van hoe kunnen we het wat doen, maar extra beveiliging of dat we het extra goed in de gaten houden. ja Dat het maar we beginnen Aan de andere kant, ja, in de simmertiert is er altijd minder politiecapaciteit en het maakt wel veilig en vertrouwd zijn.